Kinderopvangcentra van Vastplan BV kwamen de afgelopen jaren veelvuldig negatief in het nieuws. De gemeente legde al vele boetes en dwangsommen op. Nadat afgelopen week ook de locatie BSO Sport de Rielse Dijk niet door de inspectie kwam, wil de PVV weten wat de wethouder hier nu aan gaat doen. Ik sprak hierover met fractievoorzitter Koen Verheij. Er is een inspectie geweest door het VGGM en die hebben een aantal misstanden geconstateerd. En dat zijn ook misstanden die ook daadwerkelijk de veiligheid van die kinderen in gevaar brengen. En daarom heb ik nu deze mondelinge vragen gesteld, want dat is de manier om de snelste manier om een antwoord te krijgen van de wethouder. En die waren eigenlijk niet naar tevredenheid. Wat voor misstanden moeten we allereerst aan denken? Nou, wat ik heb gelezen in het inspectierapport is dat daar een begeleidster aan het werk is gezet die pas 2 dagen werkzaam was bij de betreffende kinderopvang. Die is intern opgeleid en de 3e dag stond zij alleen voor de groep. Zij beschikte niet over het benodigde certificaat voor eerste hulp voor kinderen. Ze was niet op de hoogte van de regels. Ze verloor de kinderen voor wel 5 minuten uit het oog. En ze liet kinderen al spelend dingen eten. Dus dat geeft ook gevaar op verstikking en dergelijke. Nou wil ik die vrouw niet de zwarte piet toeschuiven. Maar ik maak me ernstige zorgen over de uitbater. Want die gaat herhaaldelijk de fout in. En het lijkt erop alsof hij niet van de waarschuwingen en de gesprekken met de gemeente heeft geleerd. In januari 2017 zei toenmalig wethouder Keunig van we kunnen overgaan tot sluiting, maar dat is nu bijna 2 jaar geleden. En nu is het dus weer mis eigenlijk. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik vind dat als iemand zo herhaaldelijk in de fout gaat, dat er dan echte maatregelen genomen moet worden. Direct overgaan tot sluiting is misschien niet de juiste manier. Maar er is die man een ultimatum gesteld. En als er dan vervolgens geen gevolg aan wordt gegeven, dan lijkt het erop alsof hij een vrijbrief heeft om te kunnen onderpresteren met het opvangen van kinderen. En dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven dat toch een ondernemer die ervoor kiest om zich onvoldoende in te zetten voor de veiligheid, dat die gewoon vrij spel heeft hier in onze gemeente. Bent u nu tevreden over het antwoord van de wethouder over de aanpak die hij daarin gaat kiezen? Nee, zeker niet. Hij geeft aan, hij wil niet eens aangeven binnen welke termijn hij een maatregel gaat nemen, wat voor maatregel hij gaat nemen. Hij verschuilt zich achter een of ander bevelschrift van het VGGM. Ik denk dat hij zelf ook de bevoegdheid heeft om harde maatregelen te nemen. En ik heb het idee dat hij dat simpelweg wil nalaten. Wat mij betreft wordt er direct een gesprek met hem aangeknoopt waarin hem het ultimatum wordt gesteld. Als hij binnen een week dat opvangcentrum niet op orde heeft, dan gaan we het sluiten. En komen we je nog een keer tegen op een inspectierapport wat negatief is, dan kom je op de zwarte lijst en dan heb je gewoon niks meer te zoeken in Arnhem met je kinderopvangcentra. Okay.